U kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Nederland had vandaag te maken met wisselend bewolkt beeld. Soms scheen de zon even, maar er trokken ook een aantal wolken over Nederland en die wolken waren soms net groot genoeg om nog een enkele bui los te laten. Veel stelden het niet veel voor, maar helemaal droog was het dus niet. De wolken werden in de loop van de middag dikker, maar we zien ook al opklaringen aankomen die bevonden zich boven de Duitse bocht en trekken vanavond naar het zuiden. Dat betekent dat het geleidelijk aan gaat opklaren en dat de wolken gaan verdwijnen. Tegelijkertijd neemt de wind iets af en de temperatuur gaat snel omlaag. Vanavond is het vier tot 7 graden in de nacht koelt het verder af en kan de temperatuur in het binnenland onder het vriespunt zakken. Dat betekent vorst. En met die vorst moeten vooral bepaalde groepen rekening houden. Ik denk dan met name aan de fruittelers. Want de bloesem kan bevriezen. En die vorstschade kun je voorkomen door te gaan beregenen. Er ontstaat dan een heel klein ijslaagje rond de knop. En dat ijslaagje, als het ontstaat, dan komt daar stollingswarmte bij vrij. En die zorgt ervoor dat de knop zelf net niet bevriest. En dat zo vorstschade achterwege blijft. Nou, morgen is er van vorst geen sprake meer. De temperaturen lopen lekker op. Het wordt 12 tot 15 graden. Het warmst in het zuidwesten van het land. Veel zon. Hier en daar misschien een stapelwolk of wat sluierwolken. Maar dat stelt weinig voor. En er staat ook niet veel wind. Donderdag gaat het weer veranderen. De wind wordt zuidwest, neemt toe in de loop van de dag. Er is nog wat zon en het blijft lang droog. Maar in de avond gaat van het noordwest uit regen het land intrekken. In de nacht trekt de regen verder over het land. Vrijdag nog een paar buien. Maar zaterdag is het alweer droog. Vrijdag is het wel aan de koude kant. 11 graden slechts. Maar ook de temperatuur herstelt zich op zaterdag. Op de lange termijn zien we een verder oplopende temperatuur met de Paasdagen, misschien wel richting 20 graden. En pas in de loop van de volgende week gaat de temperatuur weer iets omlaag. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl